Ja, hier is eindelijk visie weer. Ja, natuurlijk, hier is visie weer. En dat is eigenlijk voor de tweede keer, want jullie zagen al mijn pre-intro. Want ja, eindelijk weer na een paar dagen. Ik heb afgelopen dagen heb ik echt internet gehad. Nou, dat kon je eigenlijk geen internet noemen. Het filmpje van gisteren wat jullie gezien hebben over mijn internet, dat duurde een half uur om dat te uploaden. En dat filmpje is maar 5 MB, dus ja, zo traag was mijn internet. Gelukkig is mijn modempoort of zo gereset vanaf de andere kant of zo, van de provider, Ziggo in dit geval. En sinds die tijd doet dit gewoon weer, dus ik ben blij dat ik weer internet heb. Kan ik weer lekkere filmpjes uploaden voor jullie. En eigenlijk misschien wel goed dat ik misschien 2 dagen even pauze heb gehouden, zeg maar, met mijn YouTube. En dat ik gewoon wat dingetjes op een rij kon zetten om wat leuke dingen te bedenken. Die ik ook zeker ga doen. En natuurlijk, Q&A. Die hoort gewoon elke week te komen. Dus het is vandaag wel maandag, maar fuck it. Q&A hoort gewoon elke week online te zijn. En vind je dit nou echt een super serie, en ik denk dat jullie dat wel vinden, dan moet je er gewoon eventjes een blauw duimpje omhoog geven. En hopen dat we gewoon de 200 likes gaan halen. Laten we dat gewoon met z'n allen gaan doen. En volgende week zondag, normale tijd, om 's morgens om 10 uur, zal dan de volgende Q&A weer komen. Heb je natuurlijk nog een vraag aan mij, moet je het achterlaten bij de comments. En wat nog meer, ja, de gameplay die jullie zien is niet van mij. Want het is altijd bij Q&A. Heb jij nog gameplay trouwens? Mag je het sturen naar mij? Btransfer, fishnator1980@gmail.com. Link staat, tenminste, mijn mailadres staat in de beschrijving. De meeste mensen weten wel hoe dat werkt. En de gameplay is van Shooting Storm. En hij haalt hier 70 kills. Ik heb nog meer gameplay van hem gekregen. Dankjewel natuurlijk, Storm. Zou ik je zomaar noemen. En dankjewel in ieder geval voor je gameplay. En ik heb ook een nuclear gekregen van hem. En die ga ik van de week nog even uploaden. Misschien morgen. Dan ga ik er ook wat over lullen over de nuclear. Want die zit natuurlijk in Black Ops 3. Dan gaan we over naar de eerste vraag. Ha! Oké. Okay. Eerste vraag van The King 77NL. En je ziet het een hele grote kies aan, want er werd ook wel op gereageerd. Q&A, blijf je haar nu wat korter? Hij is nu alweer wat langer. Maar of laat je het groeien zoals voorheen? Playboy. Haha! Playborstel-stijl. Nee, ik weet wat Paul bedoelt. Ja, mijn haar zag vroeger helemaal was lang en dan was het wild en er ging gel in en zo. En dan fucking scheid eraan. En tegenwoordig doe ik er wel wat meer aan. Nu zit er bijvoorbeeld vet in, maar ja, dat zie je heel slecht natuurlijk. Maar ik doe er wel meer aan. Ik probeer mezelf wel een beetje beter te laten showen, zeg maar. Maar wat ik ga doen is deze lengte in ieder geval. Dit zal worden. En aan de zijkant wordt nog opgeschoren. Mijn moeder is net sinds gisteren thuis. En die laat ik het voort nog gewoon knippen natuurlijk. Want het scheelt fucking 17 euro. 17 euro hier bij de kapper, hè. Gewoon in Lemmer. Die gasten, die hebben echt, die denken echt dat het geld op mijn rug groeit. Maar in ieder geval, dat ga ik dus doen. Dus dit wordt helemaal opgeschoren, zeg maar. En dan dit gewoon, deze lengte, zeg maar, lekker met vet erin. Ik denk dat het wel bij mij past, ja toch? Oké. Okay. Xponents heeft Rasta Visie nog een keer ondergezet. Ik denk dat ik Rasta ga doen nu. En Sharon zei nog aansluitend op Paul's reactie. Q&A, zou je haar net zo drastisch laten wegscheren in de winter vanwege de kou en zo? Nou, dat hele korte, dat doe ik één keer van mij niet. Ik moet je eerlijk zeggen, kaal vond ik niet bij mij staan. Je hebt sommige mensen, die hebben echt zo'n kop wat kaal past, zeg maar. Ik vond het bij mij niet staan. Wat wel bij mij staat, is gewoon lang haar, wou ik zeggen. Kort haar, heel kort haar. En dat staat wel bij mij. Dus ik ga het laten doen, net zoals en wat ik net gezegd heb, zeg maar. Ja, heel duidelijk. Oké, volgende vraag van Ken Girls Game. Wow, het zijn meerdere vragen. Haha, even een paar rare kleine vragen. Warm of koud? Ligt eraan. Q&A, volgende vraag. Appelsap of sinaasappelsap? Sinaasappelsap. Appelsap echt smerig. Koek of cake? Cookie. Ja, cookie. Weer de draagzuiger, maar doei doei, visie. Oké, doei doei. Nee, maar cookie in ieder geval. Sinaasappelsap en warm of koud? Ja, dat ligt eraan. Dat ligt eraan. Sommige dingen zijn koud heel erg lekker. En sommige dingen zijn warm heel lekker. Ik vind bijvoorbeeld soms is vlees bijvoorbeeld van de barbecue is koud lekkerder dan warm. Bijvoorbeeld. Zo wel. Volgende vraag van weet ik veel hoe je het uitspreekt. Q&A. Wat vind je van het blauwe vinkje van WhatsApp?
Dit is perfect. Dat betekent dat je de andere persoon het gelezen hebt. En dat vind ik eigenlijk op zich ik vind het wel goed eigenlijk, ja. Dus helemaal top juist dan, sommige mensen, dat je toch even wel een reactie wil hebben van iemand. Ik zeg maar wat van Paul. Ja, misschien lul ik wat te veel tegen hem en zegt hij van fuck it, weet je, ik reageer niet. Maar soms is het wel fijn om dat blauwe vinkje even te zien, weet je. Dat je denkt van, nog even. Of die andere. Ja, toch? Vraag junior. Met de volgende vraag. Leuke Q&A. Q&A, als je een vraag krijgt waarin iemand vraagt waarom jij zijn vraag niet beantwoordt, wat is dan je reactie? Dat zei volgens mij, zei Frank dat een keer toch? Waarom breng je mijn vraag niet? Dan zeg ik van, nee. Ik reageer bijna eigenlijk op alle Q&A vragen. Alleen ja, soms kan ik het niet in één Q&A alles doen, zeg maar. Dus hè, dan neem ik gewoon, bijvoorbeeld, ik maak al mijn kiassootjes van alle vragen die er staan onder een Q&A. Dan neem ik, dan nummer ik die, hè, van Q&A vraag nummer, ik zeg maar wat, dit is vraag 5 of zo is het. Dan nummer ik dat. En als ze dan overhouden, dan nummer ik ze weer opnieuw en dan schuif ik ze zeg maar naar voren. En zo, zo beantwoord ik eigenlijk bijna elke Q&A vraag. Dat doe ik dan. Ja. Volgende vraag van Rudy Bakker. Q&A, welke diploma's heb jij behaald? En hoe staat het ervoor met betrekking op jezelf wonen? Ik zal eerst even over de in ieder geval diploma's. Ik heb mijn MAVO-diploma gehaald op D-niveau. De Meergronden in Almere Haven. En daarna heb ik nog 1 jaar MBO bouwkunde gedaan. Ik heb daar een certificaat voor dat ik 1 jaar heb gedaan. In ieder geval dat ik het voltooid heb, zeg maar. Want ik moest er ook stage voor lopen en dat soort dingen. Dus ik krijg in ieder geval nog een certificaat voor. Dat heb ik trouwens gedaan bij het ROC in Lelystad Haven. Bij Lelystad Haven in ieder geval, daar heb je een ROC. Daarbij, vlakbij de industrieterrein eigenlijk. En daar heb ik op gezeten. Het was echt bouwkunde dus. Ik bouw eigenlijk in eerste instantie namelijk aannemer worden. Of timmerman in ieder geval. Maar gelukkig dat ik er eigenlijk niet gedaan heb. Want dan doe ik eigenlijk iets wat ik niet wil. Dus ja, simpel is het. Ik ben het diploma's, ja, als je nog niet, 5 cent diploma's bijvoorbeeld, en ik heb een dansdiploma, en ik heb een, diploma voor, wat heb ik nog meer diploma? Ik heb, voor zeilen heb ik een diploma zelfs, en wat heb ik nog meer? Zwemdiploma's dus 5. Ik weet niet wat voor diploma's heb ik, ja, ik heb mijn fietsdiploma, en mijn rijbewijs heb ik trouwens, dus dat is ook een diploma eigenlijk, hè. Dus ja, ik heb wel wat gehaald, eigenlijk. En het op jezelf wonen, ja. Nou, heel veel mensen vragen dan, kun je wonen bij je ouders en bla 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 bla. Maar mensen vergeten gewoon eventjes, hè, dat als je ingeschreven staat bij een gemeente, dat je gewoon echt, gewoon in sommige gemeentes, gewoon 5 jaar moet wachten op een woning. Ik heb natuurlijk een koopwoning gehad, ik had natuurlijk een vrouw gescheiden, huis is verkocht, ja. En ik woon nu uiteindelijk bij mijn ouders in en dan ben ik blij dat ik er kwam wonen. Maar ja, je moet gewoon soms, hier in Lemmer bijvoorbeeld, 2-3 jaar wachten. Dus er komt daar in aanmerking voor binnenkort voor een woning hier in de buurt. Maar bijvoorbeeld in Almere moet je gewoon bijna 7 jaar wachten op een woning. Dus ja, dat duurt nog even. Volgende vraag van Xponus01 Q&A. Pasta of aardappels met groenten? En welke pasta of groenten vind je het lekkerst? Ja. Pasta. Nou, pasta. Ik vind aardappels echt fucking smerig. Dus alleen gebakken en gepoft vind ik ze lekker. Aardappels eigenlijk. Ik vind gekookte aardappels vind ik echt. Ja! Dat vind ik ervan. En welke pasta of groente vind je het lekkerst? Ah, er zijn wel groentes die ik wel lekker vind. Ik vind bijvoorbeeld broccoli vind ik echt heel erg lekker. En spersieboontjes vind ik lekker. Dat zijn eigenlijk echt groentes die ik echt lekker vind. En daarnaast van pasta. Ja, pasta's lust ik eigenlijk allemaal wel. Zeg maar, dus dat maakt of het nou tortellini is of ravioli of weet ik veel wat soort shit. Ik vind het allemaal eigenlijk best wel lekker. Ik vind alleen wel het af en toe een beetje saai, zeg maar. Als je zo'n bord hebt en dan heb je alleen pasta erop, dan denk je van, weet je, een paar hapjes en denk je van, weet je, dit was het alweer voor mij, weet je. Eigenlijk wil ik wel weer het anders erbij hebben, dus op zich, ja, ik vind pasta wel lekker, maar wel saai worden. En ja, dat was hem al. Huh? Dat was de vraag alweer. Jezus, mensen. Even kijken, de volgende vraag. Even kijken, want ik moet hier om mijn microfoon heen. Bram, Q&A. Wat gaat er nu gebeuren met Fishplays? Nu Paul van Mr. King een kotkanaal heeft gemaakt. Ja, dat is heel erg goed. Nou, dat weet ik nog niet eigenlijk. Ik zit erover na te denken. Ik dacht bij mezelf, ja, ik moet toch even nadenken wat ik wil mee gaan doen. Want ik wil zeker wat met Fishplays gaan doen. Fishplays is natuurlijk een kanaal wat wel gepartnerd is. Dus ik ga er even over nadenken. En als jullie nou een idee hebben wat ik ermee moet doen met Fishplays, laat het dan even achter bij de comments. Doe dat.
Volgende vraag van Jordi Peters. Q&A. Welke ploeg denk je dat je gaat degraderen in de Eredivisie? En wie denk je dat kampioen gaat worden in de Jupiler League? Denk je over de kampioen van de Eredivisie? En die kampioen van de Eredivisie, Ajax natuurlijk, hè? Waarschijnlijk krijg ik nu allemaal ondergespamd hier. Feyenoord, Ado Den Haag. Maar ik denk wel dat Ajax kampioen wordt. Toch op een of andere manier. Ze spelen wel echt fucking saai, maar ze worden wel kampioen. En kampioen in Jupiler League, ik denk toch echt FC Volendam of zo. Dat is echt zo'n club, dat wordt kampioen. En dan gaan we degraderen. Kampioen. Dus ik denk dat dat gaat gebeuren. Ja. En wie denk je gaat degraderen in de Eredivisie? De Graafschap, denk ik toch wel. Ja. Ik denk dat de Graafschap gaat degraderen. Misschien nog meerdere clubs natuurlijk. Je kan drie clubs degraderen. Maar ik denk in ieder geval de Graafschap. Helaas. Wel een leuke, gezellige club. Maar gezellig is niet goed genoeg. Je moet ook nog een beetje zijn. Tenminste, in de Quibble League hier redelijk zijn. Dus. Oké. Sam van Beers, Q&A, wat vind je van Race Games? PS, nice video, vies. Wat vind je van Race Games? Nou, ik deed eigenlijk heel veel Race Games voordat ik YouTube deed. Want ik speelde toen Project Gotham Racing, ik speelde toen Forza, ik speelde Need for Speed heel veel. Ik vind het echt fucking leuk. Alleen natuurlijk, door mijn YouTube eigenlijk, zeg maar, speel ik het niet meer. Want ik ben eigenlijk altijd wel bezig met YouTube. Als ik ga gamen, ga ik even kort gamen. Ben ik een uurtje gamen, dan denk ik toch misschien halverwege van hé, nou, dit is toch misschien wel gameplay, toch? Die kan ik gebruiken. En dat ga je automatisch doen. Dus eigenlijk ik vind Race Games echt super leuk. Maar ik doe het te weinig nu door YouTube. Ja. Volgende vraag van Rees Benjamins. Q&A. Heb je ooit parachute gesprongen? Of bungee jump? Nee, en ik durf het ook niet, als ik eerlijk ben. Want ik ben fucking hoogtevrees. Dus ja, dat zal ik nooit doen waarschijnlijk. Want ik vind het echt super eng, zeg maar. Oké, volgende vraag. Want, oh, gaan lekker, ja, lekker veel vragen stellen. Visjes. Q&A. Heb je de tijd in de gevangenis jou een ander mens gemaakt? Of denk je nog vaak hetzelfde als vroeger? Ik denk zo van, fuck it, het is een deel van mijn leven geweest, weet je. Het is voorbij. We kijken nu naar de toekomst. En ik ga nu gewoon iets leuks maken van mijn leven. Ik ga alleen maar dingen doen die ik leuk vind. Ik ga mensen plezieren. Ik ga gewoon het leven gewoon beter nemen. Zou ik het zo zeggen. En af en toe denk ik wel eens iets van, weet je wat, als jullie het sowieso willen doen, weet je, fuck it, regel maar, doe het maar lekker zoals je het zelf wil. Het interesseert mij helemaal niks meer. Oké. Dankjewel voor het kijken. Geef natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Bye bye. Oh. Setting up for rescue team ambush.